Ben je elke keer als ik jou ervan probeer te overtuigen dat Amsterdam toch echt de betere stad is dan Rotterdam, dan ga jij me weer lopen guilttrippen. Dan zeg je wel, ja, maar wij hebben mooi wel de bommen voor jullie opgevangen in de Tweede Wereldoorlog. En dat kun je nu eindelijk eens een keer bewijzen in Battlefield 5. Want Battlefield 5 toont hoe het eraan toe is gegaan in de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad, Rotterdam was het slagveld. Jij mocht strijden in je eigen stad. Ja, en alsjeblieft mensen, ga allemaal naar Amsterdam. Hè. Ga daar allemaal heen. Allemaal, ja. Met z'n allen. Blijf lekker bij ons weg. Tuurlijk, en toch hebben jullie op de een of andere manier alle hipsters. Dat is wel een beetje waar tegenwoordig. Hoi. Rotterdam. Het is grappig dat ik deze missie voor het eerst speel midden in Duitsland. Dat is toch wel leuk. Een soort van... De cirkel is rond. Ja, de cirkel is rond in de sniper. Bam. Goed, Rotterdam speelt een grote rol in Battlefield 5. En daar ben ik als Rotterdammer natuurlijk super trots op. Want er zijn heel veel landmarks heel erg goed nagemaakt. Kijk, de grap is, willen jullie trouwens alles weten over de game van Battlefield 5? Check dan even de preview van de E3, want we hebben het inhoudelijk daar allemaal over gehad. Maar wat we het nu even hebben over Rotterdam. De grap is dat wij dus niet zo heel veel weten van onze stad boven de geschiedenis. Omdat het helemaal is platformeerd en opnieuw opgebouwd. En de gasten van DICE, de ontwikkelaar, die hebben dus echt gewoon de kaarten van vroeger gepakt. Om te kijken hoe Rotterdam er vroeger uitzag in tijden van de Tweede Wereldoorlog. En dat is dus echt, zeker als Rotterdammer, superleuk om te zien. Want het is voor jou dus geen feest der herkenning. Want nee. Jij denkt dus, oh, zo zag dat er vroeger uit. Precies. Er zijn een aantal dingen die je wel herkent. Bijvoorbeeld de Oude Haven en het Westvaargebouw, ook wel het Witte Huis genoemd. De eerste wolkenkrabber van Europa. Staat er gewoon, daar kun je ook in. Die heeft ook een eerste verdieping. Daar kun je super vet vanuit snipen. Je hebt de hefbrug naar de overkant, naar het Noordereiland. Weet je, het is ontzettend herkenbaar. De oude trams die nog steeds rijden er een aantal naar Blijdorp, dierentuin in Rotterdam, hebben ze helemaal mooi nagemaakt. En de stad zit vol met Nederlandse namen. De scharenfabriek, allemaal verschillende kroegen en cafés, Nederlandse vlaggen. Het is een feest der herkenning als je van Nederland houdt. En zeker, ja, met name als je van Rotterdam houdt. En dan speelt de game ook nog eens fantastisch weg. Want wat maakt deze Battlefield anders dan de vorige? Ja, dat vind ik dus moeilijk. Want het is de basis is en blijft Battlefield. Alleen de chaos die Battlefield altijd op het scherm weet te toveren is zo realistisch. Daar draagt het geluid heel erg aan bij. De wapens die je gebruikt. De impact van kogels. En omdat het ook best wel een uitgestrekt veld is. Zeker het Rotterdam level. Is best wel groot met veel hoeken. Het is gewoon echt een stedelijke gevechten zijn natuurlijk. Heb je heel erg veel momenten ook dat je niet vecht. En dat je echt aan het rennen bent op zoek naar de vijand. En dan hoor je opeens weer van die kogels naast je kletteren van, oh god, ik ben gezien. En zo anders is dat dan bijvoorbeeld Call of Duty, hè, die heel erg, je weet altijd wel, ja, je wordt wel eens van achter geraakt. Maar bij Battlefield heb je ook nog vaak nog wel de tijd om jezelf te redden, want je bent altijd met teamgenoten. Het is ongelooflijk mooi gedaan. En ja, ik vond het zelf echt heel tof om in mijn eigen stad te mogen knokken tegen de Duitsers. Wat helemaal niet zo uitgebreid is gebeurd trouwens in het echt. Maar ja, Details. Het gaat wel een leuk spel. Het gaat om de show, hè, zoals altijd in Rotterdam. Ja. Nee, maar oké, maar wat maakt, buiten dat het natuurlijk superleuk is om in je eigen stad te kunnen spelen, of in je eigen land, is er iets wat de Rotterdam-map echt uniek maakt ten opzichte van de andere? Zitten er interactieve twists in? Of heeft de Rotterdam-map dingen die je in andere Battlefield-maps nog niet hebt teruggezien? Ja. De Rotterdam-map is heel erg gevarieerd. Je hebt hele stukken boven op de hefbrug, dat is waar de trein overheen rennen. Dan moet je ook echt naar boven opklimmen en daar speelt een heel groot deel van de gevechtsspelers eraf. Een ander gedeelte is weer de Oude Haven. Wat tof is aan de Oude Haven, is dat daar dus de haven ligt. Dus er is heel veel gevechten over het water heen. Dus dat is weer veel meer lange afstand. Er zijn heel veel binnentuintjes waar je ook in vecht. En dat zijn weer dan heel erg close combat gevechten. Het tof van de Rotterdam map is dat het van allerlei soorten gevechten biedt. Ik heb gerust door de trein over de hefbrug. Dat was zo vet. Ik had een killstreak van 4. Ik heb het niet gecapt, ik kan het niet bewijzen. Geloof maar gewoon. Een killstreak van 4 dat ik echt rende door de trein heen. En dat al die Duitsers naar buiten aan het schieten waren. En ze zagen mij natuurlijk niet. En ik gewoon door die trein heen. En toen kwam ik al bij het capture point. Op een gegeven moment dat ik zo'n vet de kill-death ratio, iets van 13 op 6 of zo, was voor mij echt supergoed. Was ongelooflijk vet. En dan ga je weer naar beneden en daar heb je dan weer last van tanks, weet je wel. Ja. Er rijden ook gewoon tanks rond en dan ben je weer aan het schreeuwen tegen je teammaat. Oh nee, fuck, komt de tank aan. Heel erg gevarieerd en dat vind ik eigenlijk het positieve van de Rotterdam-map.